Oké, en hoe moet je nou breuken optellen en aftrekken als je ook nog helen voor de breuk hebt? Het beste wat je kan doen is eerst de helen verwerken. Dus ik neem even de opgave over. In feite bestaat het dus uit twee delen. Dus dit deel kunnen we splitsen naar helen en een breuk. Dus 2 5 9 is 2 plus 5 9. En daarna krijgen we 7 helen plus 1 9. Nou, en als je allemaal optellingen of aftrekkingen in serie hebt, dan mag je ook daar de volgorde wisselen. Dit is een soort van de commutatieregel voor plus en min. Dus ik mag de volgorde hier veranderen. Dus ik ga de hele allemaal voorop zetten. Dus ik krijg 2 plus 7 plus 5 negende plus 1 negende. En dan kunnen we eerst de hele uitrekenen en daarna rekenen we de breuk uit. Dus 9 plus 6 negende is 9 6 negende. En die kunnen we nog vereenvoudigen. Dus 9 2 derde. Dus de hele truc is dus eerst doe je de hele en daarna reken je af met de breuk. Dus 9 2 derde. Oké. Dus hier doen we eerst 7 min 2. Dan hebben we al 5. En dan hoeven we nog alleen maar druk te maken om de breuken. 3 zesde min 2 zesde is 1 zesde. Oké, 4 min 3 is 1. En 3 vijfde min 3 vijfde is 0. Dus dan krijgen we 1 plus 0 is 1. Dus 8 min 5 is 3. En dan hebben we nog 3 zevende min 6 zevende. Dus als we er eerst 3 zevende afhalen, dan is die weg. Maar dan moeten we er nog, daarna nog 3 zevende afhalen. En dan moet je gewoon terugtellen. Dus 1 zevende eraf is 2 6 zevende. Nog 1 eraf is 2 5 zevende. Dus het antwoord is 2 4 zevende. Oké, okay. 1 plus 6 is 7. En 5 zesde plus 1 zesde is 1. En dan tellen we nog 7 plus 1 is 8. Oké, okay. Dus 9 plus 2 is 11. En dan hebben we nog 6 achtste plus 3 achtste. Is 11 en dit is 9 achtste. En 9 achtste is 1 1 achtste. Dus dat wordt samen 12 1 achtste. Oké, okay. 9 min 5 is 4. Plus 4 negende min 3 negende. Dus die eerste is altijd plus. Want die hoort nog bij dat eerste getal. En dit wordt 4 1 negende. Drie min twee is 1. En 5 zesde min 5 zesde is 0. Oké, okay, 6 min 5 is 1. Plus 7 achtste min 5 achtste. Is 1 2 achtste. En die kan vereenvoudigd worden, want 2 achtste is namelijk 1 vierde. 8 min 3 is 5. Plus 3 zesde min 5 zesde. Dus deze is de lastigste, dus dan gaan we er meer van aftrekken dan de waarde van die breuk. Dus laten we eerst 3 zesde afhalen. Dan houden we die 5. En dan moeten we er daarna nog 2 zesde afhalen. Nou, 2 zesde is 1 derde. Dus 5 min 1 derde. Nou, dat is 4 plus 2 derde. Ja, want 4, 2 derde plus 1 derde is 5. Dus 4, 2 derde.